Het is een zware tijd. Voor mensen die zijn getroffen door het coronavirus en nu vechten voor hun gezondheid. Voor iedereen in de zorg die dag en nacht keihard aan het werk is. Voor familieleden die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden. In de strijd tegen het coronavirus hebben we een duidelijke opdracht. Blijf thuis. 1,5 meter afstand. Als we ons allemaal aan de regels houden. Komen wij deze crisis samen door. En het is soms best lastig. Omdat ik ineens leraar, kinderopvang en ouder ben. En ook nog mijn eigen werk heb. Omdat de sportschool dicht is. Omdat ik mijn opa in het verpleeghuis niet meer mag bezoeken. Omdat ik me af en toe best eenzaam voel. Omdat ik niet weet of ik straks voor mijn eindexamen ben geslaagd. Omdat ik een eetcafé heb en geen inkomsten meer heb. Omdat ik mijn vrienden alleen nog maar digitaal kan zien. Omdat ik niet weet of ik straks mijn baan nog heb. Omdat we niet weten of er straks voldoende IC-bedden zijn. Of voldoende mondkapjes om mij en mijn collega's te beschermen. Maar we moeten nu solidair zijn met elkaar. We komen samen deze crisis door. Doe het voor je eigen gezondheid. Voor die van je familie. Je neefje met astma. Voor de oudere buurvrouw. En laten we ook wat meer omkijken naar elkaar. Lief zijn voor elkaar. Een bloemetje bestellen bij de lokale ondernemer. Een kaartje sturen naar je oma. Eten brengen naar de buurvrouw. Dankjewel. Eten halen bij je favoriete restaurant om de hoek. Komen deze crisis samen door. Houd 1,5 meter afstand. Niet vergeten. Blijf zoveel mogelijk thuis. Hou je aan de regels. En wees een beetje lief voor elkaar. En wees een beetje lief voor elkaar. Lief zijn voor elkaar. En wees een beetje lief voor elkaar. En wees een beetje lief voor elkaar. En wees een beetje lief voor elkaar. Wees een beetje lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Lief zijn voor elkaar. Houd je taai. Houd je taai. Houd je taai. Houd je taai. Het komt goed.